En bij wie zou ik nou weer zitten? Bij de enige echte? Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 14 september 2022. En het is nu 1:05 in de middag. Ja, ik ga nu eventjes naar mijn oma toe. Hier achter mij. En dan wens ik jullie weer, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Daar ben ik dan weer, ja. En ik haal zo meteen weer wat weg bij jou. Ja. Ja, echt wel. Dat is dat groen daar bij jou achter. Ja. Het groene blaadje. Is helemaal niks. Nee. Dat is weer beter. Even helemaal geen groen tussen je. Tussen je kieren en aarde. Nee, hè. Doen we niet aan, hè. Nee. Gaan we niet doen. Nee. Nope. Maar het is wel jammer dat het hier zo verzakt. Dat vind ik zo jammer. Ja. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nope. Ik vond het gewoon weer even hoog tijd om even weer even bij het graf van mijn oma te gaan komen. Dus dat heb ik maar eventjes gedaan, zoals jullie konden zien. Ja, ik ben gewoon een beetje een gebrak, mensen. Ja. Ja. Ik ga eens even kijken of ik richting het water kan. Eventjes bij de dijk of zo. Of eventjes naar de uitkijkpost. Als ik nog geen bericht heb gehad van iemand. Afgesproken met een vriendin die er niet op wil, dus dat wordt eventjes dan niet vloggen, maar dat maakt niet uit. Maar ach ja, even kijken of ze al tijd heeft. Aboe. Fijn. En dan straks naar Linda, ja, naar Linda, haren knippen, voordat ik op vakantie ga. Yep. Hehe, dus ja, ik ga de auto starten. Zoals jullie kunnen horen. Hehe. Zo. Nee, hij moet uit. Ja, mijn muziek moet uit. Die mag niet reageren. Nee. Weet je wat ik ook soms gewoon even lekker vind? Omdat ik dus toch die gewoon in voorhoofd rolt een ontsteking heb gehad. Kijk, dat is gewoon deze. Dat is gewoon zo'n inhalator. Nog gewoon even 1 of 2 keer per dag. Nou. Lekker even. Ik denk al, waarom is het zo warm in mijn auto? Maar hij stond op 17,5 graad. Ik denk, maar dat hoeft niet. 17,5 graad. Top. Mooi. Nee. He. Dat is gelukt. Mijn telefoon even aansluiten. Oh mijn god. Yep. Ja. Ga hem aansluiten. Zo.
Hij is aangesloten. Ik ga even op mijn gemakje rijden naar mijn vriendin toe. En als jullie mij over, wat zou ik zeggen? Half drie? Kwart, half, zo half drie en kwart voor drie. En anders sowieso bij Linda. En daar heb ik om 3:50 een afspraak. Dus komt helemaal goed. Wil jullie wat laten zien? Want zo vaak sta ik niet naast een autorijschool, zeg maar. Vooral niet hier in Den Helder. En vooral niet van een rijschool Rick. Nee, kijk hier. Dit is leuk. Alleen hij staat met de neus de verkeerde kant op. Ja, en dit is een Seat Leon Ecomotive. Jong. En ik heb dus deze. Zoals jullie weten. Dus ja, dus daar heb ik er foto's van gemaakt. En ik ga dus nu, gezellig, naar Linda. Ja, dus even kijken of Linda, Linda is er sowieso, maar we gaan eens even kijken. Kokaloera, dat is leuk. Linda weer pesten. Ja, en Peter pesten. Hé, hey, Peter, wat een leuke auto heb jij, joh. Hè? Leuke auto. Het is lekker om de hoek, joh. Ja, kijk, daar staat hij. Ja, heel mooi. Helemaal geel. Nou, ik ga even eerst even naar binnen, want anders ik weet niet wie er allemaal binnen zit bij de kapper. En bij wie zou ik nou weer zitten? Bij de enige echte kapser, Linda. Helemaal geweldig, helemaal top. Ja, we gaan alleen maar knippen vandaag, jongens. Alleen maar knippen. Ja, ze is saai. Gewoon heel saai. Ja, nee. Zo flauw hier dit. Ja, flauw, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Wil je kleuren dan? Op jouw kosten. Ja, dag. Kijk wel uit. Ja. Lekker aan de knipje-knips. Ja. Ook niet altijd even erg. Nee. En dat moet ook gewoon gebeuren. En juist, als je op vakantie gaat, dan en dan weer een beetje lekker erbij voelen. Ja, toch? Ja. Lekker. Dit is er alweer vanaf van me. Ja. Oh, schande. Oh. Ja, en ze gaat nou weer schoonmaken. Allemaal weer opvegen. Oh, kijk eens. Wat een haar. Even lekker buiten gooien. Ja, kijk, ik heb er een stofzuiger voor. Ja, en het is een hele leuke stofzuiger, mensen. Kijk, hij maakt wel herrie. Heel, een hele leuke stofzuiger. Check, 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 check. Ja, handig, hè? Jo! Dan vroeg ik dus net namelijk even aan Peter. En Peter die werkt dus namelijk bij een rijschool. Ja, bij deze. Van, mag je ook rechts inhalen? Nee, zegt hij, dat mag niet. Je hebt een paar keer dat je dus mag inhalen. Nou, toen zei hij van,
Onthoud fruit. Fruit, ja, dit is. Ja, leuk. Handig. Dus ik bel Ro nu net op. Zegt hij, ja, maar verkeerslichten dan. Ja, maar die past weer niet in het rijtje van fruit. Ja, dus ik ben nog steeds bij Linda. Dus, joh, ik ga nu zo naar mama toe. Joh, wie wat waar. Oh. Oh, ja, ik zeg toch ook geen mail, gekkie. Oh, wauw. Ik stuurde er al wat op. Maar hij dacht dus via de mail. Nee, ik stuur dat niet via de mail. Ik stuur dat via WhatsApp. Oh, wauw. Maar dat maakt niet uit. Geef niet. En ik heb nog een broodje. En dan zie je bloedverziekers heet, jongens. Echt waar. Maar ja, ik ga nu naar mama. En jullie zien mij zometeen wel weer bij mama. Zeker. Ik ben weer even bij mama. Ook leuk. Ja, ook leuk. Allemaal top. Ja, ja, ja. En dan? Laag. Dank u. Laag. Laag. Jammer, joh. Oh, ja, tuurlijk. Toen had hij op de haak. Ja. Hi, mam. Hi, lieve. Hi. Jij sport niet. Ik heb van mama het een en ander dingen gekregen. Zoals roze jas en weer deze dingen. Deze moet er ook op, ma. Nee. Waarom niet? Roderick, die zei laat maar. Omdat ik geen knopen bij heb. Geen knopen bij. Oh. Ja, en dan kan ik niet beginnen. Oké. Okay. Nee. Oké, okay. Dus deze is ook weer klaar. Rozenjas is klaar. Nou, eventjes het bakje voor Ilon. En ik heb iets erbij. Dus nou, die ga ik even openen met jullie. Joh. Foto's. Van vroeger. Ja. Joh. Geen idee, dat ben ik denk ik. Of nee. Weet oma? Oma en ik. Oké. Okay. En dat is oma in die witte jurk en de rest weet ik ook niet. Nee, oké. Okay, maar ik geloof dat die andere vrouw... Ja, dat maakt niet uit. Nou, heb ik weer foto's van oma. Ja. Helemaal top. En van jezelf. Ja, en van mezelf. Joehoe. Top. Ja, hopen dat er zometeen weer plek is voor de zaak. Zo, ik heb nou lekker Ro aan de telefoon, gezellig, lekker gezellig en ik zit lekker in de auto, ja, ik heb toch even niks te doen. Hè? Jij wel. Nou, ik wel, ja. Ja, ja. Ja, ik lekker wel. Eigenlijk en ook eigenlijk hoop ik gewoon dat er een plekje hier voor mij gewoon vrijkomt, weet je wel. En dat ik dan hier uit dit hoekje weg kan. En dat ik hem daar neer kan knallen. Even een broodje eten. Ook een hele goede broodje eten. Ja. Broodje en met haar. Bijna wel. En weet je wat ook leuk is? Mensen kijken. Dat is leuk. En dat gewoon even van je eigen auto. Ja. Ja. Dus ja, ik ga nog even eten en ik ga met Ro lekker nog verder lullen. Ja, vind ik leuk. Dit is
nou een leuk gezicht. Dan maar weer lekker gewoon, eigenlijk weer een beetje vertrouwd. Zo vanuit de auto ga ik de vlog lekker afsluiten met jullie. En samen ook met Roderick. Ja, want Roderick heb ik ook nog steeds aan de telefoon. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Laat een duimpje even achter. Wat zeg ik? Abonneren, belletje, duimpje. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan zouden wij weer zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.